Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben vandaag een schitterend weer, het zal u zeker niet ontgaan zijn. Strak blauwe lucht, slechts een paar wolken zijn zichtbaar. En de foto van Helga die laat dat ook fraai zien. Als je goed kijkt naar het water onderaan, dan zit daar ook nog wat ijs op. Het is hier en daar onder nul geweest vannacht, maar de ijslaag is uiteraard heel dun. Een nieuwe ijsvorming zal er voorlopig niet plaatsvinden. Ook op de satellietbeelden zien we dat de bewolking ver van ons verwijderd is. Maar er zit wel veel bewolking boven de Britse eilanden. Dat komt langzaam onze kant op. En uit die bewolking valt ook af en toe wat regen of motregen. Gaan we dus allemaal richting ons land zien trekken. In de loop van de middag neemt de bewolking aan zee al toe. En vanavond volgt dan geleidelijk de rest van het land. Vanavond nog wel grotendeels droog. Heel misschien een spatje, pal aan zee. Maar verder dus droge omstandigheden en temperaturen dalen tot rond de 3 graden. En als dan vannacht de regen het land intrekt, dan gaat de temperatuur weer iets oplopen. Minima dus tussen 2 en 5 graden. Met in de loop van de nacht op steeds meer plaatsen regen en motregen. De wind neemt toe. In het binnenland naar windkracht 5. Aan zee staat windkracht 6 en af en toe windkracht 7. En dat is dan een harde zuidwestenwind. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de situatie op de weerkaarten. We zien een lage drukgebied ten noorden van de Britse eilanden liggen. Zorgt daarvoor regen, maar ook winterweer. Maar dat is dan wat verder weg. Het koufront kunnen we ongeveer hier tekenen. En daar ten noordwesten van is de koudere lucht. En daar valt de sneeuw. Het komt langzaam onze kant op, zoals ik al zei. In de loop van de dag zien we vandaag de bewolking toenemen. Die regen die trekt komende nacht over het land. En vooral ook morgen overdag zien we af en toe geel in de neerslag. Zware neerslag, vooral over het zuiden van het land. Dan tijdelijk wat beter. En dan aan vrijdag een nieuw regengebied. En als dat dan gepasseerd is, is het wachten op het volgende regenzone. En die komt in de loop van zaterdag. En daarbij waait het af en toe flink. Morgen ook een stevige wind, windkracht 4 tot 6, vooral aan zee. In de loop van de dag neemt hij wel even iets af. Dat is het moment waarop het harder gaat regenen. En die zwaarste regenval verwachten we in het zuiden en zuidoosten van het land. Daar kan zo'n 10 tot 15, misschien 20 mm vallen. Woon je in de noordelijke provincies, heb je ook een grijze en natte dag. Maar daar valt zo'n 5 à 10 mm. Is toch duidelijk minder. Temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Normaal is een graad of 5, maar het wordt morgen 8 tot 10 graden. Kijken we dan wat verder vooruit, nou, dan hebben we vrijdag kans op storm. Dat is dan vroeg in de ochtend en aan het einde van de nacht en met name langs de noordwestkust. Langs de hele kust staat een stormachtige wind, windkracht 8, noordwestkust dus misschien windkracht 9. Verder in de nacht wat lichte regen, in de ochtend dan grotendeels droog en in de middag gaat het opnieuw regenen. Een zachte lucht stroomt dan het land binnen, wordt 10 tot 12 graden. Zaterdag zitten we ook in die zachte lucht, 11 tot 13 graden maar liefst. De zon breekt af en toe door, maar er vallen ook een paar buien. Wisselvallig weer dus en opnieuw een stevige wind. Later op de zaterdag kan er langs de noordkust dan een storm staan. Dat is dan een westerstorm. De Waddeneilanden maken daar dus de meeste kans op. Zondag komen we in een andere luchtsoort terecht. Die is kouder. Aan de grond is de temperatuur nog 5 tot 7 graden. Hoger in de atmosfeer gaat het echt flink afkoelen. Daardoor kunnen de buien enigszins winters worden. Misschien dat er behalve regen dus ook een keer hagel of in de Limburgse heuvels een vlok natte sneeuw bij zit. Veel zal het allemaal niet voorstellen, want van echt winterweer is voorlopig nog steeds geen sprake. We zien de piek op vrijdag en zaterdag met temperaturen boven de 10 graden. Zondag dan even wat minder zacht, maar daarna gaat het kwik opnieuw omhoog. En pas verderop zien we de temperaturen langzaam dalen. Maar spectaculair is het niet. We gaan naar de normale waarde van rond het vriespunt in de nacht en rond 5 graden in de middag. Geniet nog even van de zon vandaag. Vanaf de komende dagen is het wisselvallig. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.